dopo l'intervento di restauro. L'organo sta ritornando ad essere come quando è stato costruito. Intorno al 1750-1770 non abbiamo, come detto prima, un documento che lo certifichi, però il tipo di costruzione è quella. E per l'epoca era un organo di medie dimensioni, non 607 canne, è un organo per una chiesa, anche una chiesa importante in Italia. Certo, magari in Olanda c'erano organi di 4.000 canne nel 700. Quest'organo non è nato su questo luogo, su questa cantoria della chiesa di San Michele Magno, ma è stato costruito per un'altra chiesa. Weten dat dit uit het koorkapel van Sint-Pieter kwam. In 1850 zijn daar twee nieuwe orgels gebouwd. Dus in die tijd is het orgel hier naartoe gekomen. Il costruttore di quest'organo dovrebbe essere Johannes Conradus Verlet. Questo costruttore era un organaro di provenienza del Tirolo e si trasferì a Roma intorno al 1730 e iniziò a costruire organi e si presume ne abbia costruito quasi un centinaio da alcuni documenti che ci sono. Quindi quest'organo non è ancora stato attribuito con certezza a Verlet, perché la forma di tutte le cose è una documentazione certa, quella che noi vediamo qui, però manca qualcosa di scritto, perché purtroppo l'organo aveva subito alcuni importanti lavori, anche questi spostamenti, e si sono cancellati i cartigli originali. Solitamente Verlet scriveva il proprio nome, apponeva dei cartigli con il proprio nome e la data di costruzione. Nou, de klank wordt veroorzaakt door de boventonen. En de boventonen die moeten goed uitkomen. Die zijn heel goed gerestaureerd en goed geïntoneerd. Dus de pijpen zijn één voor één, worden die geïntoneerd door de orgelbouw. En die luistert heel goed naar die boventonen. Als u goed luistert, hoort u. Dat zijn die boventonen en die zijn heel erg belangrijk. Dat maakt de klank helder en duidelijk. Dat is iets heel bijzonders van deze orgelbouw die meneer Beurende. Di per sé è uno strumento liturgico. Quando è messo in una chiesa è uno strumento per il canto, per l'accompagnamento del coro e quindi credo che sia l'utilizzo principale dell'organo, più che quello concertistico, che pure quest'organo si presterà anche a concerti, ma credo che la sua funzione principale sia proprio quella dell'accompagnamento, della celebrazione. Dus het is nou weer helemaal in perfecte staat voor de volgende 200 jaar. Laten we het hopen van wel. Dat hangt er helemaal vanaf wie erop speelt en wie het behandelt. Dus de organist is een belangrijke Het is persoon. een heel belangrijke persoon en die is verantwoordelijk wat er met het orgel gebeurt. Het belangrijkste is dat het orgel steeds speelt. Dat is erg belangrijk, want het is een windinstrument en de pijpen die moeten steeds wind krijgen dat het ook schoon blijft. Dus het is niet zo dat het dan slijt. Nee, tegendeel, het slijt als het niet gespeeld wordt. Trots op zijn op zijn orgel in de We kunnen er Nederlandse kerk. heel trots op zijn en we zijn dankbaar aan de Sint-Pieter dat ze dat hier hebben laten staan al die jaren. Er zijn een heleboel oude orgels in Rome verdwenen bij antiquaires. De pijpen gingen eruit en er kwamen flessen in. Hadden ze een prachtige baar. Dico il Papa che viene qui a suonare un po' e invece con lui con... Questo è veramente.
Thank you.